Kinderen moeten goed worden begeleid in hun groeifase naar tiener of volwassen zijn. Dit begint reeds heel jong door het aanleren van normen en waarden. Daarom is het de focus van Community Hub op het Flora-project om kinderen zoveel als mogelijk te helpen vormen voor de toekomst door middel van het uitvoeren van verschillende projecten. Dit zeggen Marcelino Geldorp, vrijwilliger bij de Hub, en Demi Nanku, projectcoördinator van de Hub, tegenover onze redactie. Er zijn weinige mogelijkheden in Suriname waar je naartoe kan stappen om zulke projecten te doen. En ik vind dat er ook buitenschool meer activiteiten gedaan moeten worden voor kinderen. Om meer te lezen, om ze bezig te houden. Niet alleen in de vakantie, maar dat er ook initiatiefnemers om het gewoon ook tijdens na schooluur dat je ook een bezigheid hebt om na school te gaan. Een van de veel voorkomende problemen is ook de mentale gezondheid bij kinderen. In zulke gevallen wordt getracht om de professionele hulp te bieden die vereist is. Vandaar dat we ook altijd intervisiemomenten met elkaar hebben. We bereiden elkaar voor, oké, dit is wat je ongeveer kan verwachten of mag verwachten en hoe ga je hiermee om. Dus wij als team, intervisiemomenten, we praten erover, we beelden elkaar. We geven elkaar tools hoe je het kan aanpakken, maar we hebben zeker wel gevallen gezien. Ook deskundigen die hiermee weten om te gaan, we vragen dan hulp. Het kan extern zijn, het kan intern zijn, zodat wij ook weten hoe verder met het gedrag van het kind. Het is in de bedoeling om in de toekomst verder te borduren op het uitvoeren van projecten in voordeel van het kind.